Na een screening voor darmkanker leest Fiona in een brief dat er afwijkende resultaten werden vastgesteld. Ze moet naar het ziekenhuis voor verdere tests. Ze wordt doorverwezen naar een gespecialiseerde oncoloog die de kankerdiagnose bevestigt. Ze vreesde al het ergste, maar het nieuws schokt haar nog steeds. Maar de dokter vertelt dat ze in aanmerking komt voor een beloftevolle nieuwe behandeling. Na een periode van bezinning met haar familie stemt ze toe om deel te nemen. Fiona's gegevens worden gedeeld met het organiserende farmaceutische bedrijf en bewaard onder strikte voorwaarden voor verder onderzoek. Voor haar zorg verzamelt het ziekenhuis gegevens over haar diagnose en behandeling. En deze worden ook doorgestuurd naar het kankerregister, waar ze veilig bewaard worden. Er wordt ook informatie verzameld over wachttijden voor behandeling, om ervoor te zorgen dat patiënten op tijd behandeld kunnen worden. Gegevens van vroegere kankerpatiënten kunnen de behandeling van Fiona helpen verbeteren en tijdens haar behandeling zullen haar gegevens leiden tot een betere behandeling voor haar en voor toekomstige patiënten. In de wetenschap dat ze de best mogelijke zorg krijgt, is Fiona hoopvol voor de toekomst. Gegevens redden levens. Het delen van gezondheidsgegevens helpt om de best mogelijke zorg te verlenen.